Vanochtend bracht een Mitchell bommenwerper een eregroet boven begraafplaats Moskowa in Arnhem, bij de herdenking van 3 omgekomen Britse militairen. Zij sneuvelden in een luchtgevecht aan de Duitse grens op 14 april 1940 nabij Babberich en werden destijds met militaire eer begraven op Moskowa. Wij namen een kijkje. Waar gaat deze herdenking over? 14 april 1940 wordt er een Britse Blenheim bommenwerper boven Duits grondgebied neergeschoten. En de crew, de aircrew, die weet het nog dusdanig te rekken dat ze kunnen landen op Nederlands grondgebied. Nederland was toen nog op 14 april 1940 neutraal. Echter, de landing is niet goed verlopen en ze zijn neergestort en de gehele crew is daarbij omgekomen. De Nederlandse krijgsmacht van destijds heeft deze mannen met alle militaire eerbetoon begraven hier op de begraafplaats in Moskowa, in Arnhem. Wat ook zeer indrukwekkend was, dat er een Mitchell-bommenwerper overvloog. Ja, dat klopt. Als eerbetoon aan deze airco die hier is neergekomen, heeft de Koninklijke Luchtmacht gemeend om een klein eresaluut te brengen met een van de oude vliegtuigen die nog in Nederland vliegen, van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, een B-25 Mitchell-bommenwerper. En die heeft een flypass, zoals ze dat noemen, over het graf van deze mannen uitgevoerd. Is het nu een terugkerende jaarlijkse herdenking? Nee, het is de intentie dat het eenmalig is. De familie wilde na 75 jaar toch nog even aandacht daaraan schenken. Zoals het er nu uitziet, is het echt eenmalig.